Hey, hoi, hallo. Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een roomtour. En eerst wil ik mij alvast even excuseren voor mijn haar, maar het is echt een kokje. Maar dus, vandaag heb ik voor jullie een roomtour. Deze video is echt ontzettend veel aangevraagd en eigenlijk echt al een hele lange tijd. Ik beloof het eigenlijk al van vorig jaar, zomer vorig jaar. En we zijn ondertussen september en een jaar later. En vandaag heb ik dus eindelijk voor jullie een nieuwe roomtour. Ondertussen zijn er ook al een paar dingen veranderd tegenover de vorige roomtour. Ik heb er bijvoorbeeld in 2015, toen heb ik de laatste gedaan. En toen stond mijn bed nog zo en hier mijn kast. En dat is ondertussen allemaal veranderd, dus ik ga jullie ook alles opnieuw laten zien. En ik hoop dat jullie dat dus ook heel erg leuk gaan vinden. Nu, als je deze roomtour al leuk vindt, doe deze video dan zeker even een duimpje omhoog. En abonneer ook zeker even, want ik heb bijna de 6000 abonnees. Ik moet er nog 10 en ik zou het echt heel erg leuk vinden als jullie allemaal even abonneren, want dan haal ik misschien de 6000 abonnees. En ja, laten we er nu maar heel snel aan beginnen. Dus, dit is mijn kamer. Als je eigenlijk in mijn deur staat, dan zie je mijn bed, kast, nachtkastje, bureau, kast. Proso-bureau. En hier is mijn kast. En dat daar is de spiegel. En ik ga nu vooral mijn kast laten zien en mijn bureau. En dan ja, een beetje vertellen. We beginnen hier. En daar is dus de spiegel. Ik sta hier nu te filmen. En hier heb je mijn kleerkast. Die laat ik nog wel even in het groot zien. En ja, hier zitten dus al mijn kleren in. Daar heb ik al eens een closet tour van gedaan en eigenlijk is er niet zoveel veranderd, dus die kan je ook nog even kijken. Dan heb ik hier mijn spiegel, daar hangt een kaartje in van New York, toen ik daar geweest was. Dat is een kaartje van het dansen en dat is een jaarkalender. Dan hangen daar lampjes en dan staat hier mijn bureau. We gaan even dichter gaan. Nu, mijn bureau bestaat eigenlijk gewoon simpel uit een bureaustoel, een vouwbak, een bureaulamp. Die laat ik zometeen nog wel van dichter zien. En dan deze schuiven. Nu, ik zal jullie ook even laten zien wat er in die schuiven zitten. Als eerste zit hier in een pennenzakje met bijvoorbeeld extra pennen, extra markeerstiften, extra pennetjes, echt van alles. En gewoon als ik snel even een pen nodig heb of mijn pennenzak in school ben vergeten of zo. Dan liggen hier ook nog post-its, nog meer post-its. Hier liggen losse papieren. Die zie ik trouwens, die heb ik trouwens gewoon voor school. Goed dat ik die zie. Mijn agenda van vorig jaar nog. En dan voor de rest kladpapier, lijntjes, ruitjes en nog ruitjes. En dan daaronder ligt nog een heel ding met papier en dan nog lange latten. En dan heb ik hier nog kauwgom. Daarachter ligt nog een beetje rommel. Dat zijn, ja, het is een lijken muntjes. Maar dat zijn dus allemaal overschotten van nietjes. Die eigenlijk in mijn nietjesmachine pakken. Passen. Die zijn dus, oh, daar viel erin. Die zijn dus allemaal open gegaan en ja, dan bewaren ze hierin. Nietjesmachine, perforator, plakband, kauwgom, muntjes, zakdoekjes, zo'n voor nietjes ergens uit te halen en kauwgom. Dan hebben we hier kleurpotloodjes, stiften, mijn passen, een zakje, zo'n case of emergency zakje voor school en twee losse papieren. Hier hebben we mijn schoolattest, maar dat ga ik nu even niet laten zien, maar dat had ik eens nodig voor ergens te solliciteren. Hier zitten allemaal mapjes in. Hier ligt nog meer mapjes. En dan liggen hier nog twee losse mappen. En dan ligt hier allemaal gekleurd papier en al documenten die ik moet bewaren voor school. En dan hier daaronder ligt er nog kaartpapier en twee lege van de klasseurmappen. Voor als mijn boeken leeg moeten gemaakt worden en ik moet daar nog lager lezen. Dan ja, ligt hier nu even dat mapje. Dan heb ik hier een potje met allemaal stilo's en een schaar in. Dan heb ik hier zo'n verfrissingsspray. Die staan nog elke kant van de examens. Dit is een doosje, hier zat een potje in, maar daar heb ik nu post-its in gestoken, vond ik wel leuk. Hier is nog een mandje met een deo,
Oh, jullie zien dat helemaal niet. Een deo, een M&M markeerstift. Ja, en nog wat losse papieren. Dit potje dan, hè. Hier zitten dus de post-its in. Dat vond ik dus wel leuk. Jullie zien het niet zo heel goed. Maar nog een lege drinkfles. En dan dit. Dat is een magneet van het vrijheidsbeeld van New York. Dat is dit dus. En dan hang ik hier, want dat is magnetisch. En dan was dit eigenlijk al alles van mijn bureau. En dan gaan we door naar mijn kast. Daar is trouwens even mijn batterij aan het opladen, maar ja, daar moet je geen rekening mee houden. Nu, ik heb deze kast en deze komt van IKEA. En ja, dat bestaat uit dit lange deel en dan dit korte deel en ik heb die tegen ingezet. Ik zal even beginnen met het lange deel. Als eerste staan hier van boven allerlei parfums en body mists. Dat is van Bath & Body Works, Yves Rocher, Victoria's Secret en allemaal. Dit is allemaal Victoria's Secret, H&M, nog Bath & Body Works, Ralph Lauren, staaltjes. En dan dit is een doosje met allemaal juweeltjes in. En dit is zo van die, ja, dat zijn eigenlijk loombandjes. Maar ik gebruik dat als haarrekkertjes. Voor zo als ik eens een leuk kapsel wil maken, dat is iets anders is. En ik heb daar nog niet echt een zakje of een doosje voor gevonden. Dus ik leg dat gewoon even daar. Dan hangt hier even mijn voorlopig lesrooster. Dat wordt gewoon binnenkort vervangen door mijn echt lesrooster. En dan kan ik gewoon makkelijk zien waar ik wanneer had. En we zijn vandaag woensdag, dus ik heb vandaag deze vakken. Maar er zit natuurlijk ook iets in die schuif. En dat dit zijn als eerste snelhechters voor mijn boeken bijeen te binden. Dit zijn allemaal kleine, ja, notitieboekjes waar ik niet echt nu op deze moment iets mee ben. Hier liggen sticky bookmarks, nog bookmarks, nog bookmarks, een notitieblokje, en nog een notitieblokje en nog een notitieblokje. Hier liggen steekkaartjes en zo van die kleine afscheurbare dingen. En dan is dit nog een groot boekje en hier ligt een telefoonboekje, zo'n adresseboekje. Dan in de schuif eronder zitten allemaal ongeveer A5 schriftjes. En eigenlijk gebruik ik die niet en steek ik die daar gewoon in. Maar ja, het zijn er ook veel te veel. En dan in de schuif daaronder zit eigenlijk net hetzelfde, maar dan gewoon in de A4 schriftjes. Dus ja, dat is allemaal A4 schrift. Dan de schuif daaronder. Dit zijn van die mapjes. Zo met van die pochetten in. Dus als je dat allemaal bijeen moet hebben, dat is dit. Hier liggen er zo'n paar in. En dan van onder. Dat zijn allemaal woordenboeken. Hier zit zo van die extra's in. Zoals paperclips, rekkers, een USB-stick, snelhechters, zo van die dingen. En daar pennenzakje. Dat zijn eigenlijk allemaal reserves van paalpennen, potloden, markeerstiften. Maar dat is nog wel net iets anders als dat je daarnet hebt gezien. Dan hebben we hier op allemaal EOS'en en één niet-EOS. Hier vanachter zijn allemaal hand sanitizers en nog van die kubus lippenbalsem in één potje. Hier zijn allemaal babylipsen, lipglossen en lipcreams. Mijn kwasten, mijn make-up paletten, een spiegel. Een kader met Believe in Yourself, een quote. Dit zijn al mijn washi tapes en dan een lightbox. En dan daar, in dat hoekje, staat nog iets klein. Dat ga ik even pakken, want dat is heel leuk. Het is een beeldje en het zou heel leuk zijn als het daar even op focust. Dat is de skyline van New York. Hier, nu kan je het zien, New York City. Dus dat is een beetje de skyline in zo'n blokje. En dat heb ik daar gezet, omdat ik daar dikwijls op kijk en dan heb ik herinneringen terug aan New York. Ik ga er gewoon kort doorheen. Mijn laptopdoos, maskers, handcremes. En hier zijn van die potjes en daar zitten allemaal reserven in van make-up, zoals mascara, lipgloss, zoiets. Hier ligt een boek, daaronder ligt een doosje met allemaal. Hier zitten allemaal, zo van die DIY-dingen, zoals stempels en zo van die dingen. Hier ligt dan nog een body mist, maar die vind ik echt niet zo lekker ruiken. Ik vind die wel lekker ruiken, maar ja, ik gebruik die heel weinig. Dus die ligt hier. Hier ligt een poppetje, dat hing aan mijn deur. Maar dat is eigenlijk helemaal kapot. Dus dat leg ik gewoon hier om te bewaren. Hier liggen de kaartjes
van de Lightbox. En hier liggen allemaal hoesjes. Dit is een letterslinger. En hier is zo'n doosje. En hierachter staan nog kaarsen. Hieronder liggen allemaal zakjes. Ik bewaar dat graag. Twee flesjes die ik graag bewaar. Dit komt uit New York. Dat komt uit Corsica. Dit is mijn... Een dubbele versie van het vliegticket van New York dat ik voor mijn verjaardag had gekregen. En deze twee dozen zijn herinneringendoosjes. Dan hebben we hier allemaal nagellakjes. Hier zitten zo... Ja, dat is eigenlijk een toiletzak. Daar zit één ding in als een wimperkruller. En hier zitten nog juweeltjes in die ik eigenlijk nooit draag. En dan is hier een vak met allemaal zakjes... toiletzakjes, pennenzakken, brillendozen, echt van alles. En dan zijn daar nog briefpapier. Dat is iets van vroeger wil ik gewoon graag bijhouden, maar dat past er niet echt ergens bij. Dus heb ik dat gewoon daar gelegd, omdat dat ook zo doosjes zijn. Daar, dat is eigenlijk een beetje een rommeltje. Het is allemaal draad en zo. Dit is mijn YouTube-schuif, zo noem ik dat. Mijn YouTube-schuif. En hier zit de camera in, een oude camera. Mijn camerazakje, harde schijf. Het is eigenlijk echt een rommel. Mijn een Nintendo die ik eens heb gekregen voor YouTube dan. Een kaartlezer, SD-kaartjes, echt van alles. Ik noem het daarom ook mijn YouTube-schuif, want het zijn dingen die ik allemaal voor YouTube gebruik. En dan die schuif daaronder, de onderste die is helemaal leeg. Daar steek ik normaal gezien mijn statief in, maar dat ben ik nu aan het gebruiken. En dan heb ik mijn laatste twee schuiven nog. En dat zijn als eerste deze. Hier zitten allemaal boeken in, tijdschriften, een sudoku... Een boek dat ik eens van iemand heb gekregen, over vlogs, Rack the Journal, boeken, echt van alles, met boeken. En dan hier van onder, dat is wel een beetje grappig, dat zijn allemaal topmodelboeken. En ik deed daar vroeger echt, ik was daar vroeger echt heel erg fan van. En ja, ik had daar echt alles van, hè. Allemaal kleuren, kleurtjes, stiften, een heel grote poster, echt keiveel boeken. Ik heb er echt alles van, maar ik wil gewoon heel graag bijhouden, omdat ik daar soms nog eens in blader, zo om te zien hoe een outfit ik vroeger maakte en zo. Dus daarom hou ik dat gewoon heel graag bij. En ik heb nog een schuif over, dus daarom heb ik het daar ingelegd. En dit was alles van mijn schuif. Jullie hebben nu alles gezien. Alleen hier nog is een klein schapje. En daar staat zo'n mannetje op. Dat is een nepkaars. Zo'n shakebowl en dan is dat glitter. Een Polaroid houder. En dit is een Polaroid van toen ik 16 jaar werd. Dat was echt een van de leukste dagen in mijn leven. Een cactus met dat potje. Dat is het potje van dat doosje. Dit zijn allemaal steentjes. En de camera is helemaal niet gefocust. Dit zijn steentjes allemaal uit Corsica. Dat vond ik wel een leuk aandenken. Die heb ik daar op een strand gerapen en in een potje gedaan. Dit is het YouTube logo dat ik met van die, hoe heet dat, strijkbares heb nagemaakt. En dit is een appel met nog een paar M&M's in vanuit New York. Maar de rest heb ik allemaal al opgegeten. En dan gaan we natuurlijk nog door met het laatste deel. En dat is mijn bed. Hier is een nachtkastje. Er zit niet echt iets speciaals in. Daar is een zakdoekjes. En daar is een nepvliegtuig. Zo'n, ja, hoe noemt dat? Een maquettevliegtuig of zoiets. Een nachtlampje. Wekker. En dan zit mijn bed. Daaronder in die schuiven... Ja, daar zit eigenlijk gewoon sloeven in en een laken als het te warm is. En dat daar, dat is een rommeltje. Dat zijn sokken. En ja, dat moet ik even gaan weghalen. En mijn gsm ligt daar nu. En dan daar zit allemaal draden in. Van, ja, daar is eigenlijk mijn stopcontact, daarachter. En dan loopt dat zo mijn verlengkabel naar daar. Dus daar stik ik mijn wekker in, mijn nachtlampje en van alles. En dan heb je daar natuurlijk nog mijn draad met al mijn Polaroids. En dat zijn ook... lampjes die je kan aansteken. En dan als laatste staan daar nog kussens. Dus that's it eigenlijk. En nu hebben jullie ook heel mijn kamer kunnen zien. Zo, en dan was dit mijn roomtour. Ik hoop dat jullie het een beetje een leuke roomtour vonden. Ik heb het geprobeerd een beetje beknopt te houden allemaal. Dus dat het niet een ellendig lange video wordt. Ja, ik hoop dat jullie misschien een beetje... inspiratie of zo er kunnen hebben uithalen voor als je een nieuwe kast krijgt of zo, ik weet niet. Of gewoon dat je het leuk vond om te kijken. Als het zo was, doe dan zeker een duimpje omhoog. En abonneer ook zeker even, zoals ik dus al zei, ik heb bijna de 6000. En ik zou het heel erg leuk vinden om die te halen. En voor de rest wil ik jullie nogmaals heel erg bedanken om naar deze roomtour te kijken. En dan zie ik jullie heel graag snel weer. Doei!